culturele avond 2014. Hebben jullie er een beetje zin in? Ah, dat heb ik niet gehoord. Hebben jullie er een beetje zin in? Heel goed. Hier zijn jullie presentatrice en presentator van vanavond. Geef ze een hartelijk applaus. Noor Slotenberg en Mick van Hals. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. En welkom bij de culturele avond 2014. Ik ben Mick en naast mij staat Noor. En ook dit jaar hebben wij weer een gevarieerd programma voor de onderbouw en voor de bovenbouw. Voordat we gaan beginnen wil ik vragen of jullie je mobieltjes op stil willen zetten. En waarom moeten we hem ook alweer niet op uitzetten? Omdat jullie vanavond ook mee kunnen twitteren met hashtag culturele avond MCT. Ja, vooral doen, dus niet uit, maar op stil. En ook dit jaar zijn er een aantal prijzen te verdelen. De eerste, tweede en derde prijs. U vindt achter in het programmaboekje een stembriefje die u aan het eind van de avond bij een van de activiteitencommissieleden achter in de zaal kunt inleveren. Dus vergeet dat vooral niet. De eerste prijs is maar liefst 100 euro. De tweede prijs 50 euro en de derde prijs 25 euro. En u bepaalt wie er met die prijzen vandoor gaan. En het komt morgen op het roosterbord te staan wie die prijs hebben gewonnen. Laten we gelijk beginnen met de eerste act. Fleur Meijer en Merel Teliet. Zij gaan vanavond voor jullie spelen Flower of Hearts van Christina Perry. Veel plezier! Dames en heren, Fleur Meijer en Merel Teliet. Come back for me. Who do you think you are?
fijne zang. Als jullie dus vinden dat dit de beste act is van vanavond, dus niet vergeten te stemmen. De volgende act is Dylan De Wit met het nummer...